Hey joh, faggots. Fucking Mongolen. Pokémon Go. Ik ben nog even zo'n mannetje in de kaart slaan. Dat is Pokémon Go. Fuck yeah. Yo, wat doen mensen? Ik ben Fazer Gamer. Sluit je video op dit kanaal. Vandaag doen wij 1v1. En de titel is ook 1v1. We doen het met mijn buurjongen Gijs. Woe. Hallo. Hoi. Nee, wat wij vandaag gaan doen is gewoon lekker racen met z'n tweeën. Dus oftewel 1v1. Kutte. Jongen, kom maar. Ja, kijk, dat is dus hoe je oneerlijk wint. Maar ik zal wel even laten zien hoe je dan naait. Hoe de fuck ben je zo snel? Jongen, het is niet eerlijk. Het is helemaal wel eerlijk. Je had ook gewoon een snellere auto kunnen kiezen. Wacht, hebben wij deze race niet al een keer gedaan met z'n tweeën? Ja, volgens mij wel. Ja, deze hebben we al eens gedaan. Volgens mij ook. Ja, want hier vlogen we toen heel raar of zo. Ja, als dat bij het einde is, dan moeten we even opnieuw opstarten. Hey, jongen. Hallo. Oh nee, ik ga eroverheen. Nee. Hey. Oh shit. Nee, ik heb hem niet. Nee, ik ook niet. Wacht. Ik kan hem nog hebben. Ik ben op het spoor gegaan. Ja, deze hebben we al eens gedaan. Hey joh, faggots. Fucking Mongolen. Pokémon Go. Ik ben nog even zo'n mannetje in de kaart slaan. Die was Pokémon's aan het zoeken. Wat heb jij een lelijke kop? Hey, ik heb me gebaseerd op mezelf. Nou zeg. Waarom start jij PC als eerste? Jongen, dat komt omdat ik swag heb. Jongen, stunt race, incoming, let's fucking go. Wat een mooie start, jongen. Fuck off. What the fuck is dit voor race, jongen? Dit is gewoon stunt, zeg maar. Ja, maar deze is nog niet zo extreem. Je hebt ook zo'n mazebank ding en dan spring je daar overheen. Je hebt dit al eerder gedaan, jij kent dit soort races. Dat klopt, maar alsnog zuig jij. Ah, Kolo. Hoe ver achter loop jij? Nu al heel erg veel achter. Ik kan altijd tegen zo'n zijkant aan. Het is niet echt een chille auto om te racen mee. Die bochten van die auto, dat... Wat is dit een saaie race, man? Ah, shit, in de bocht. Deze auto is kut, hij maakt kutte bochten. Ah, what the fuck? Ja, tussen komen weer bochten, hè? Dat kun je niet. Nee, op een of andere manier ging niet helemaal uit de bocht. Kut auto, het is. Wat heb je met die auto gedaan, jongen? Hij is kapot. weet ik dus ook niet. Ik weet niet wat ik doe, maar... Oh, kut. Ik heb... Hij vroeg of ik hem in mijn eentje wou doen. Zit je nu in de autokiesding? Nee. Gijs. Nou, ik was per ongeluk iets snel. Bij mij stond er al dat je gejoined was. En toen dacht ik van, ja, oké, laat ik maar op klikken. En toen stond er, weet je zeker dat je dit niet eentje wou doen? Toen had ik op ongeluk al geklikt. Oké, ik ga met 1 of 16. Wat is dat van die poepenauto? Wat, dit is van een Buffalo. En waar ben jij? Ik zeg voor je neus knuppel. Hoezo kan jij zo'n fucking coole auto nemen en ik niet? Omdat dit mijn eigen auto is. Oh, kan je amper bijhouden, jongen. Shit. What the fuck? Ik zal wel een beetje op jou wachten, maar dan ben je alweer. Wat had je nou, hè? Oh, gaat die vies spelen? Nou kijk, daar krijgt hij zijn voorsprong. Jij kiest de hele tijd poepauto's. Ja, maar ik kan niet andere auto's kiezen. Jawel. Nee. Alleen je kiest voor een Buffalo. Ik kan niet coole swag. Nee, dan moet je die kopen, weet je. Weet je wat het is? Met geld. Nee, geen geld, jongen. Nee. Moet je maar proberen. Als ik niks doe, dan is het eigenlijk gewoon... Een 1v0. Ja, forever alone. Oh shit. Bye bye. What the fuck? Hoezo crash ik hem? Omdat je niet kunt rijden. Ja, maar ik kon er niks aan doen. Kijk maar terug. Matthijs, we gaan hier bowlen. Bowlen? Wow. Ik heb een hoekje gegooid. Kut, ja, doe die pion. Jammer joh. Hier gaan we nog een keer bowlen, Thijs. Oh, dat was veel te close. En je hebt ook iets wat heet slipstream met. Ja, dat weet ik. Hé hey, joh, doe eens echt weer normaal. Ja, dat deed je ook bij mij op dat stuk. Ah, don op. Oké. Zie je leden. Heeft hij nou een sterke auto, jongen? Heeft hij nou een sterke auto? Nee. Oh, dat was veel te close. Shit, sorry. Wacht even bij die bowlen. We gaan gewoon serieus bowlen. Nee. Jij bent echt zo druk, hè? Dus mijn auto wel weer mooi, toch? Oh. Nee, die hele laatste. Oh, ik heb nog een checkpoint gemist, joh. Wacht even. Kiet al een afwijking naar links. Weet je hoe dat komt om in de rijden? Oh, je bent wel gefinished deze keer. Ja. Laat toch 1 race doen, dan vind ik het wel goed geweest. Ik ga heel veel geld op mezelf tonen. Ga jij ook geld op jezelf bieden? Oké, wacht. Ik doe wel 1000 euro. Ik heb 3000 op me geboden. Dat ding klinkt net als een bij, joh. Ja, nee! Kut. Zag je? Nee, oh shit! Ja, ik heb hem nog.
Maar hoe kon jij mij bijhouden? Ja, nee, nu span ik midden in die tunnel. Echt? Ik had je net bijna ingehaald. Als ik nou geld had ingezet, dan was ik wel erg mad geweest als ik dan het geld kwijt was. Oh. Dat ding van jou klinkt net als een bij, jongen. Ja. Dit is echt heel irritant. Maar hoe kun je nu alweer bij me zijn? Volgens mij rij je in die tunnels veel te sneller. Jij gewoon als een mogol. Kijk, want nu hou jij mij wel bij. Maar jij zuigt alleen in die bochten. Nee, ik doe het weer, hè? Nu ik ook. Ik doe het weer. Nu ik ook. Oh, ik heb een salto gedaan. Oh, wacht, ga ik dat Thijs, doe daar een salto. Dat ga ik ook doen. Wel opschieten mee, salto, want anders land je op je kop in de kapot. Hallo. Denk je niet dat ik noob ben, of wel? Jawel. Hoi. Één race. Wel geld op jezelf. En je mag het ook op mij inzetten als je denkt dat je dan wat meer waar voor je geld krijgt. Zo. Hij moet groen zijn als je... Ah, ja, ik heb het al. Oh, kut. Kut ja, slipstream. Dit zijn kutauto's. Nee, maar dit is echt slipstream. En toen... Oh. Nee, dit is echt... Dit is een echt kutauto. Ja. Joh, die slipt hier meteen kun je voetballen, jongen. Oh, okay, ik ga deze kant. Oh, jij hebt de andere kant gekiest. Ja, gekiest. Gekies. Oh. Ja, oh. Hey, ik heb 100 RP daarvoor gekregen. Hoe dan? Dat weet ik toch niet? Stim. Oh, viezerik ben jij, hè? Mijn hele af. Dus ik weer naar de galamiezen, jongen. Ik ben geëxplodeerd. Hoe echt? Ja, er stond onderin Gijs committed suicide. What the fuck deed jij? Ja, nee, nu haal ik dat er... Ja, ik wacht wel even. Ja, zie je de bal? Ja, ripbal. Hij is verzonken. Wacht nou even. Rijden... Oh, rit jongen nog bijna het water in. Nu ik wil mijn banden kapot maken. Ze hebben er niet echt zin in, nog wel. Oh ja, de ene is bij mij kapot. Ja, ik heb de andere kapot. Wacht even, dan maak ik die andere ook nog even kapot. Yo, dit wordt nog leuker. Nee! Oh. Jongen, dit gaat niet. Ah nee, dit ding is niet normaal. Maar het is ook gewoon één tikje te veel en je krijgt. Ja. Volgens mij heeft hij ook voorwiel aan het krijgen. Nee, maar als je een burn-out doet, dan gaan de banden dicht. Ja, oh nee, dan moet ik wel winnen, hè. Ik had geld op mezelf ingezet. Ja, daarop. Ja! Nee, Thijs, crash alsjeblieft. Nee. Oké, ik maak nog even een mooi bochtje voor je. Hey, you lost your money. Hey, maar jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt Gijs voor het meedoen. Ik heb de 1v1 gewoon gewonnen op het einde. Kijk. Op het einde. Oké, er zit 3 punten verschil. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, later.